zet ik hem even stil. Een paard mag. Dus ik moest met spoed een nieuwe aanvragen. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Nou, ik ben bij de kapper geweest, mijn haar is korter. Het is vandaag dinsdag. Ik heb zometeen les met Max. Het is wel vrij warm, dus ik wil eigenlijk gaan springen. Maar daar vind ik het nou te warm voor, dus ik ga lekker stappen. Of tenminste stappen, gewoon een dressuurlesje doen. Ik weet niet of ik in de buitenbak ga, anders ga ik in de binnenbak, want daar heb ik natuurlijk schaduw. Ik ga nu eerst Stanley doen. Ik ga eerst nu hun eten klaarmaken. En daarna ga ik Stanley even grondwerk doen. Ik pluk Stanley gewoon uit de paddock. En dan ga ik eerst aan trainen en daarna poetsen en eten. Ik ga ook alvast mijn spullen klaarleggen voor de les. Dus mijn zadel en dat soort dingen. En dan neem ik jullie daarin mee. Weer in mee. Nou, ik heb iets meer tijd voor Stan. Want mijn les is een half uurtje later verschoven. Dus dat is helemaal niet erg. Dus ik ga ze even zoeken. Maar ik denk wel dat ik eerst gewoon Stanley pak en eerst ga trainen. Want dat doe ik wel steeds warmer. En dan eigenlijk hem even een kwasje geven. Met een bak eten en dan ook wat chillen. Want ik neem Max niet mee. Dus dan staat hij alleen op stal. Dat vindt hij iets minder fijn. Maar in ieder geval, ik ga nu Stanley zoeken. Max heb ik gevonden, alleen die ik niet nodig. Maar alleen mijn zweep kwijt. Dus ik heb nu een stick. Die ik ga gebruiken voor grondwerk. Misschien wel voor gaan longeren. Maar Max loopt nu achter mij. Stanley staat als het goed is daar, hoop ik. Max die staat tegenwoordig heel veel met Aleo, hè? Ja! Aleo, je nieuwe vriend. Ja. Dus nu ga ik Stanley even zoeken. Geen idee waar die nou is. Maar Max loopt gezellig mee. Natuurlijk kan ik Stanley nergens vinden, maar ik heb gezelschap van Max. Alleen ik heb Max niet nodig. Ik zou meteen pas nodig. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen verstaan door de wind. Want het waait hier een beetje. Ja, wel lekker, want het is vrij warm. Dus ik denk dat Stanley aan de andere kant staat. Dus daar lopen we dan eventjes naartoe. En normaal gesproken loop ik binnendoor. Maar omdat Maxi nou gezellig meeloopt, denk ik, ik loop ook even om. En Maxi loopt gezellig mee. Een beetje twijfel. Gaan we rennen? Kom. Het is nog goed ook dat mijn les een half uurtje verschoven is. Zodat ik Stanley nu kan zoeken en meer tijd heb voor de training. Ik heb met een stukje gerend, dus ik ben een beetje buiten adem. Maar ik zie hem hier ook nog niet, dus geen idee waar hij is. En anders sleur ik Max gewoon weer mee over het plein. Hé Max, waar zijn ze dan weer? Kom maar. Kom maar jongen. Mijn knappe money. Nou, gevonden. Daar zo. Hé Max? Ja. Zijn we er weer, hè? Gaan we Stanley meenemen. Je mag jij lekker bij Lotte en Tana blijven. Hé Stan! Nou, ik ben lekker goed voorbereid. Ik ben mijn dingetje vergeten die hierop moet voor mijn telefoon. Maar ik zit jullie wel even langs de bakrand. En dan kan ik ook filmen. Dus dat. Ik heb een stick, want ik ben mijn zwepen kwijt. En geen idee welke nou weer meegedaan heb. Ik raak die dingen altijd kwijt. Ik ga mijn Stanley gewoon even wat grondwerk doen. Dus geen werk aan de hand. Misschien een stukje longeren erbij. Het is vrij warm. Het is nu 38. Dus ik ga even tot 12 uur wat met hem doen. 20 minuutjes. En dan gaan we het wel zien wat we gaan doen vandaag.
Ik heb thuis van die plantenbakken met speciale kruiden voor de paarden. En ik heb wat geplukt, dus ik ga het nu even aan ze geven. Geen idee of ze het willen eten, maar we gaan het zien. Een hapje, Max? Ja, Max wil al een hapje. Stanley, wil jij een hapje? Ik ga zo meer, Max. Stanley, wil jij een hapje? Nou, Stanley is in. Moet we alles opeten? Nou, stel ik niet eens alles opgegeten. Nou, dan geef ik het wel aan Maxi. Maxi wil wel. En ik zal meteen even het hooi. Ja, ja, je krijgt het hooi weg van. Stan, want Stan heeft niet alles eten op. Ja, ik doe er ook wat Keltisch zeezout doorheen. En dan vind ik het toch iets minder lekker, want ik wil nou iets meer dan normaal. Maar het is ook echt maar een mini hapje. Stanley, er zit nog wat in. Misschien die bak zo doen dat hij het dan snapt. Of gaat hij er vakkundig naast eten? Gaat er vakkundig naast eten? Ik kan niet zo goed filmen. Nou ja, het is maar een klein hapje. Dan heb je lekkere kruiden voor je paarden. Dan is het niet eten. Nou ja, dan hebben ze er waarschijnlijk ook geen behoefte aan. Zit Lucien in, dan weet ik het wat. Nou, ik neem jullie een klein stukje mee in een voice-over. Deze les liep Max echt super fijn. Hij was zoeken naar de hand, stukjes nageven. Hij had nog niet een stabiele aanleuning daarin. Maar hij was wel heel fijn aan het zoeken. Hij was lekker voorwaarts. Hij had er echt super veel zin in. Echt deze les, ondanks dat het warm was, deed hij het echt super goed. We hebben wel natuurlijk in de binnenbak gereden. Nou, zoals je kan zien, hebben we daar schaduw. En ja, Max deed het eigenlijk gewoon heel goed. En we zijn lekker met de basisdingen bezig geweest. Lekker veel volters gereden, grote volters. Want hij is natuurlijk nog jong. Veel van hand veranderen, van stap naar draf. En eigenlijk doe ik niet zo heel veel galop met hem. Omdat ik hem daar eigenlijk ook nog niet zo sterk genoeg vond. En ik vind juist de basis heel belangrijk. En galop vindt hij ook nog wel wat lastig. Het aanspringen gaat goed, alleen in de galop blijven vindt Max heel moeilijk. Maar omdat hij zo fijn ging, dachten we pakken er even op het laatste moment even een galopje bij. Nou, dat ging zo. Nou, rechtsom is zijn makkelijke kant. En ja, dat doet hij het heel goed. Zocht ik een klein beetje mijn hand op. En daarna zie je ook dat hij het moeilijk vindt. Moet ik even bij een been geven. Belangrijk is dat hij gewoon blijft galopperen. Of hij dan met zijn hoofd omhoog gaat, maakt me niet uit. Als hij me wel blijft galopperen op mijn been. Nou, dat deed hij eigenlijk best wel goed. Maar je ziet gewoon dat hij het nog wel heel moeilijk vindt. Nou, linksom is een moeilijke kant. In principe sprong hij super goed aan. Maar hier ook zie je dat hij het nog best wel lastig vindt om door te blijven galopperen. En zometeen zie je Max wat gekke bokken, nou niet echt bokken sprongen, maar wordt een beetje bol. En dan zet ik hem even stil. Een paard mag voor mij heel even zijn mening uiten. Dat is eigenlijk wat Max zegt. Maar eigenlijk had ik gewoon eerder moeten stoppen met de galop. Want deze kant vindt hij gewoon lastiger. Dus dat is mijn eigen fout. Dus zet ik hem even stil en doe ik het daarna opnieuw. Sommige mensen die zeggen van je moet doorrijden. Dat doe ik niet zo snel, want hij wil me iets duidelijks maken. Nou, hier sprong hij wel verkeerd aan, helemaal niet erg. En dan zet ik hem weer terug. En hierna springt hij wel goed aan en galoppeert hij ook goed door. Dus ik weet een leermoment voor mezelf dat met de galop linksom ik hem dan wat eerder terug moet nemen in draf. Totdat ik merk dat hij daar ook weer sterker in wordt. En dan kan ik doorgalopperen. Maar wat nu heel belangrijk is in de galop, dat hij gewoon naar voren denkt en niet terug wilt. Maar het was echt een super fijne les. Goedemorgen, deze morgen. Ja, ik heb mijn haar geknipt, dus het is wat korter allemaal. Ik ben Annie weer aan het uitlaten. En het is vandaag donderdag. Gisteren was woensdag en zou ik eigenlijk de hele dag werken. Maar het liep een beetje anders dan anders. En ja, kom. Want ik ben dinsdag mijn rijbewijs verloren op stal ergens. En dus ik moest met spoed een nieuwe aanvragen. Dus dat heb ik nou gedaan. Als het goed is kan ik die vrijdag ophalen.
Toen moest ik merken, want ik wou eigenlijk voor vandaag een afspraak maken bij de gemeente. Maar dat is diegene hond bij zich of niet. Nou, ik wil wel een aanlijn, want ik weet niet of diegene hond bij zich heeft. Nou, hij gaat een doekje om. En ja, wacht even, die had Enja dat doet. Maar ik vind het gewoon prettiger om altijd even aan te lijnen. Waar was ik? Oh ja, mijn rijbewijs. Dus ik was gisteren op mijn werk, wou een afspraak maken voor mijn rijbewijs. En wel mijn spoeddracht, want ik ga echt geen 5 dagen inclusief, of met nog een weekend ertussen wachten. En ja, kom hier volg. En dus ik heb nu met spoed gisteren rijbewijs aangevraagd. Alleen ze konden alleen die woensdag, dus gisteren. Dus ik ook vanuit mijn werk. Is pas foto's laten maken. En daarna een rijbewijs aanvragen. Als goed is, komt die vrijdag ophalen. Dus dat is helemaal top. En jij komt. Nee, we gaan rechtuit. We gaan een stukje verder. En vandaag heb ik les met Stanley. Neem ik jullie ook in mee. Ga ik even filmen. Kijk wel even wat voor beeldmateriaal ik ervoor kan gebruiken. Max, even kijken. Ligt eraan hoe warm het is. Want ik moet eigenlijk daarna door naar mijn werk. Want ik heb natuurlijk gisteren mijn uren niet gemaakt. Dus dan moet ik die dan vandaag en morgen maken. Dus is dat. Maar morgen kan ik pas om 11 uur. Want eigenlijk dacht ik, nou dan ga ik vrijdag de hele dag werken. Ja. Ik kan alleen pas om 11 uur mijn rijbewijs ophalen. Want vrijdag zijn ze van 11 tot half 1 open, de gemeente. Slaat echt nergens op. Ik denk, ik ga gewoon 's morgens vroeg open. Dan kan ik 's morgens mijn rijbewijs halen en daarna door naar mijn werk. En daar de hele dag mijn werk doen. Nee, nu moet ik natuurlijk in 2 splitsen. Maar goed, we gaan het wel zien. Dit is een beetje een rommelige week. En nu ben ik lekker met Enja even een stukje aan het wandelen. Nu het nog niet zo heet is. Even een half uurtje voordat de hitte begint. Het is nu 8:30 en ik wil om 10:00 op stal zijn, dus dan ben ik om 9:00 terug van de wandeling. Nou, lijkt nog een half uurtje, ongeveer 20 minuten. En dan ga ik lekker naar stal en dan ga ik mijn lessen met Stan. En zoals ik al zei, Max, moet ik even kijken hoe dat gaat. Ja, loop maar door, Annie. Dan ga je nog een stukje verder. Normaal gesproken ik 's morgens niet zo'n hele lange wandeling. Maar ja, ik had er nu tijd voor en ja, ik denk waarom ook niet. Hier. Kom hier. Ja, goed zo. Kom maar, meisje. Ja, en je wordt al wat ouder. Die is nou 9. Kom. Kom hier. Ja. Ongeveer een half uurtje. Oh. Hallo. Hallo. Nou, ongeveer een half uurtje gewandeld. Iets minder, maar reken dat gewoon. Ik ben nog niet thuis, dus die 3 minuten komen er wel bij. Nou, Stan heb ik gevonden. Maar Lotte en Tana zijn geen idee. Oh, daar is Max. Hi jongens, gaan jullie mee? Nou, ik heb les. Ik ga gewoon even filmen. En we zien wel hoe het gaat. Hè? Max heeft al gegeten. Het is nu al vrij warm, dus wordt even gebeld. Hoi papi.
ging supergoed. En ik heb een nieuwe corset twee. Ik zal het even laten zien. Een heel mooi doosje. Ik wil unboxen. Ik weet wel al welke steen het is. Want ik heb hem zelf besteld. Is deze. Oh, blijf liggen. Met allemaal stippeltjes. De Dalmatian Japis, als ik het goed heb. Oh, waarom doet mijn scherm? Zo. De Dalmatian Japis. Allemaal stippeltjes. Helemaal blij mee. Volgens mij werkt hij ademend. Ik moet even opzoeken wat deze Japis precies doet. Maar volgens mij werkt hij ademend en stimulerend. Sowieso stimulerend. Dus helemaal blij mee. Hier gaat weer bij mijn verzameling. In het doosje. En Stan is nu aan het eten. Ik ga even wat drinken. En ga Stan zo meteen weer terug. En dan ga ik naar mijn werk. Want ik moet nog een paar uurtjes werken. Nou, het is vandaag zaterdag. En ik heb een fotoshoot. Het is 10 uur. Dus dat is nog vroeg. Nog niet zo heel heet. En ik kan daar lopend naartoe. Want dat is op een stal bij mij. Waar ik woon. Het is niet mijn stal. Omdat ik vind dat de paarden te veel binnen staan. Maar anders was het wel, als het daar ook 24/7 buiten hadden kunnen staan, was het echt wel ideaal geweest. Ik kon gewoon lopen naartoe. Maar in ieder geval, ik heb dus een fotoshoot. Vanmiddag ga ik naar een nieuwe auto kijken. Deze hele week is een beetje rommelig gelopen. De shoot is voorbij, een uurtje bezig geweest. Het is net 11 uur en het is al best wel warm. We zijn eigenlijk op tijd gestopt. Het ging op zich wel goed. En nu ga ik chillen. En dan gaan we rond 12:30 richting Nijkerk voor de kijken naar de auto. Nou, we zijn nu onderweg naar Nijkerk om voor de auto te kijken. Dus ik ben nu echt benieuwd. En daarna gaan we naar de stal. Nou, daar staan ze. En nou ga ik even met de auto rijden. Ik weet niet of dat Max is. Maar... Nou, ik ben nu op stal. Ik was even eten geven en daarna lekker even afspoelen. En daarna mogen ze even in het witte zand rollen met de tweetjes. Eten heb ik al klaargezet. Dus nu ga ik ze even zoeken. En dan kunnen ze eten. Ik moet nog steeds nieuwe halsjes kopen, een nieuwe zweep. Maar ik denk niet dat ik mijn vent zover krijg om nog even een appeltje te rijden. Dus dat doe ik van de week wel. Nou, Max is lekker aan het eten. Hé, Maxie? Stanley ook. Dan gaan we zo buiten even spuiten. Hi, Stan. Nou, nu Stanley, die ziet natuurlijk aan die kant niet. Dus het is een beetje zo. Stanley is iets minder van het water. Maar Max is een beetje aan het kutten. Lekker, hè? Stanley moet altijd even inkomen. Oh, toch wel? Toch wel? Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik ben ook te volgen op Instagram, Paard Dans Met Mij en willekekoopman.fotografie. En laat eventueel een reactie onder de video wat je van deze video vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!